Ja, nou niet zo zenuwachtig allemaal. Hij kan niet elk moment zijn. Ja, nou als hij maar niet denkt dat wij weer voor hem gaan werken, hè? Op een camping of in een pension. Ik heb totaal geen zin om iedere keer. Dag meneer Ron! Dag opa Ron! Dag kinderen Ron! Dag mevrouw Ron! Hallo, hi! Ik ben maar ietsie-pietsie te laat! Een half uurtje maar, dat is maar helemaal geen... Maar, maakt niet uit, want ik heb namelijk iets sensationeels te vertellen. Ja. Niet zomaar sensationeel, maar super sensationeel! Kennen jullie de naam Baron van Paulschoten? Nee, dat zegt ons even niks nu zo even. De Baron Arthur van Paulschoten. Ach, ja. Ja, nee, die ik ken, nee. Die op een kasteel woont van 10 hectare. Dat is veel, hè? Dat is, ja. Het zijn 10 voetbalvelden. Ja, dat is... Zijn je een baron? Een echte baron? Ja. Die arme man, die zit een beetje in de knoop. Die van Paulschoten belt mij en die zegt... Kerel, Pierre, ik kan het landgoed niet meer betalen. Ik heb het kasteel opengesteld voor het publiek, maar er moet veel meer gebeuren. Meer gebeuren? Ja, ja. We moeten het... commercieel exploiteren. Dat wil zeggen, meer evenementen organiseren, zodat er meer geld binnenkomt. Bijvoorbeeld trouwerij daar, of... Een middeleeuws feest kunnen houden? Spooktocht door het kasteel? Yes! Ik wist het wel! Daarom zijn jullie zo fantastisch! Jullie zijn geweldig! En wie wil er nou niet elke avond op een kasteel slapen? Slapen? Ja, dat is echt slapen. En alles loopt, dan nemen anderen het over. Ja! Ja. Als het op organiseren aankomt, dan ben ik je man hoor. Ja. En ik neem een partij enthousiaste familieleden mee. Ik kom helemaal goed, kerel. Ja, meneer Ron, ik wist het wel. Ja. Daarom, maar ik moet nu als een sodemieter weer gaan. Ja. Moet ik naar het pensioen, want het is druk. Nou, succes daar, hè? Ja, ik vertrouw op je. Hey, rustig met de deur. Zo, zou ik een cappuccino mogen met 2 suiker? Hij is op. Waarom heb ik nou een zoon gekregen die in de meest wonderlijke baantjes terechtkomt en daarin ook zijn hele familie meesleept? Nee, we gaan het heel professioneel aanpakken. Ja, leuk voor de familie dat we weer bezig zijn in de evenementenbusiness. Trouwerijen organiseren is ook best leuk. En als er dan een bruidsmeisje te weinig is, kan ik dat zijn? Trouwerijen organiseren, hoe erg wil je het hebben? Kijk, je moet het zo zien als een soort piramide. Ik sta hier en de rest staat er een beetje onder. Ja, verschrikkelijk. Gaat u mij voor? Oh, en denk om het opstapje. Ja. Jee, wat mooi. Mooi, hè? Dit is de eetkamer. De favoriete kamer van barones van Paulschoten. Ja, prachtig werk. Echt, met al die kandelaars. En zitten hier dan echt altijd met z'n allen te eten? Ja. De hele tafel vol. Ja. Nou, wat zeg ik? Is dit een kasteel of een kasteel? Dat is mooi, hè? Ik heb eigenlijk altijd zo willen wonen, weet je dat? Wat is er mis met ons huis? Nee, ze zullen hier wel een huge woonkamer hebben. Dat heet een salon, Barry. Zeg, Pierre is er toch wel bij, hè? Ja. Even kijk uit, alsjeblieft, zeg. Met al dat water hier. Oh, daar zijn ze. Mijn hemel. Filip, doe jij de deur even open en heet de familie welkom. Nee. Filip, ze zijn er. Hey. Goeiedag. Goeiedag. U bent met velen, zie ik. Ja. Ja. Nou, komt u verder. Oh, ja, dat is even gezellig, zeg. Kom maar. Oh, dit is... Meneer de baron, uw gasten zijn gearriveerd. Mooi. Binnenwijd! Bravo voor mezelf. Kom binnen, mensen. Ja. Hallo, meneer Kom de baron. Ja. Hallo, meneer. Komt u verder en gaat lekker zitten, zeg. Oh. Zo. Zo. Nou. Gezellig. Welkom. Ja. Welkom. Welkom. Nou,
Meneer van Borshart, van mijn vriend Pierre begreep ik dat u met name in die evenementenmomentje, in die evenementenbusiness zit. Hè? Nee, als u het over evenementen hebt, dan moet u bij mijn zoon zijn. Neemt u mij niet kwalijk. Oh, dat is niet erg hoor. En wat heeft u al voor evenementen georganiseerd? Nou, een speurtocht. Oh, dat was een enorm succes, meneer de Baron. We begonnen 's morgens vroeg en 's avonds na donker, toen waren we nog bezig. Ja, dat was een hele professionele speurtocht. En ik heb ook een bonte avond op mijn konto. Bonte avond. Succes, nou, ja. Dat klinkt allemaal ontzettend ja, lollig. Ja, dank u wel, dank u wel. Ja. En zeg, en heeft u voor mijn landgoed dan ook nog goede ideeën? Nou, we dachten misschien ook aan rondleiding. Of aan hele mooie schilderijen hangen. Dat is interessant. Dat wou ik net zeggen. Ja, maar zij zei, dank u wel. Ik zou Filip vragen de vertrek in orde te maken. Oh, ja, dat is leuk. En in de tussentijd kunt u eventjes genieten van het kasteel. Dat is leuk. Ja, dat is leuk. En meneer Van Boskamp, senior. Ja. Bent u meer van de cognac of de whisky? Ja, een goede Franse cognac, ja hoor. Die Van Palschoten lijkt me wel een geschikte kerel. Die spuugt niet in een borreltje, hoor. En laat hij dan in mij een hele goede vriend treffen. Nou, papa heeft wel zitten opscheppen tegen de baron. Met een bonte avond kom je hier niet weg. Er zaten al dingen hier, hè? Antieke spullen. Kijk, de baron. Oh, die kastjes. En dan kan ik u nog even de stallen laten zien. Oh, dat lijkt me fijn. Het is echt prachtig hier. Ja. De stallen zijn waar? Nou. Zo, afwasposteltje. Vertel mij maar eens even, waar zijn de schone borden? Ik weet het niet. Zo. Weet jij zeker dat jij niet wil praten? Als ik het wist, zou ik het echt wel zeggen. Gaat het goed met je? Ja hoor. Ik test gewoon even de borstel. Ah. Als jij dacht dat het hiermee af was, borsteltje. Och, dat haar. Oh ja, telefoon. Pien, ja. Als dan straks de telefoon gaat. Hè? Ja, wat zeg ik dan? Nou, regel is dan dat je, je neemt op. Je zegt, goedemiddag, receptie Kasteel Van Palschoten. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Dat zeg je dan. Zal we oefenen? Nou, dan gaat hij. Ja? Ring, 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 ring. Goedemorgen, met Kasteel Palschoten. Waarmee kan ik u helpen? Nee, waarmee kan ik u van dienst zijn? Ja, hè? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Dat is het. Waarom is het heel dicht tegenaan? Dat is heel goed. Nog een keer proberen. Hup, la, hup. En neem op. Ja? Ring, ring. Goedemorgen, receptie Kasteel Palschoten. Ja, dag mevrouw. Ja, dat kan u, ja. Althans, een rondleiding. Ja. Weet u, ik verbind u even door met de kaartverkoop. Met de kaartverkoop. Ah, u wil een rondleiding voor 2 personen. Wanneer? Vanmiddag. Een gids? Nou, ik... ja, zeker. We hebben zeer ervaren jonge gidsen. Dus als u vanmiddag langskomt, dan staat u voor u klaar, hoor. Jawel. Tot straks. Ja, dag. Nou, het geld stroomt binnen, hoor, hè, jongens. Hè. Ja, gaat lekker. Zeg, pap. Ja. Je denkt toch niet dat ik ga gidsen in een kasteel waar ik de ballen verstand van heb? Hoe moeilijk kan het zijn, Barry? Gebruik je fantasie een beetje. Pak pen en papier, loop even door het kasteel. Schrijf wat leuke verhalen over, over dat schilderij op. Je fantasie gebruiken, joh. En trouwens, een goede gids krijgt tip. En krijgt een leuk tipje voor een goed verhaal. Maar ideetje, top, hoor. Waarom doe je het zelf niet? Dat is een goed ideetje. Maar ik heb geen verstand van kunst. Dat is een beetje mijn probleem. Ik kan echt niet, joh. Nee. Wat denkt mijn vader wel? Het barst hier van de schilderijen. Ik kan toch niet over elk schilderij iets vertellen? En wie weet... Lopen er nog een paar leuke chickies bij, joh. Kom. Oké. Dat kasteel. Hop. Ach, gut, die arme Barry. Moet die gidsen.
al die schilderijen met al die portretten van al die voorouders van de familie van Palschoten. Ga er maar aan staan. Wat een fijne zoon heb ik toch. Oh, hij pakt ook alles aan. Ja, van wie zou die dat nou hebben? Zal ik u eens wat vertellen? Ik heb dit schilderij gekregen van een van de allerbelangrijkste kunstenaars aller tijden. Het is een fortuin waard. Maar wat ziet u erin als u zo naar kijkt? Nou, ja, een wat kleurige impressie. Mm-hmm. Felle kleuren. Juist. Zijn we nog? Lees. Zijn jullie helemaal belaten, avond? Hé, af. Dit kan toch niet? Ja, interessant. Dichtbij. Ik zal het u vertellen. Het is een goddelijke vrouw in een woud van narcissen. Ja. Oh ja? Ja, kijk maar goed. Ziet u het? Ja. Ja, nee, ja, nou zie ik het ook. Nu ik het zeg, hè? Ja, nu u het zegt, ja. Ja, meestal hoor. Als ik het zeg, dan zie je het. Ja. Zou ik u nog eens iets vertellen? Nou? Ondanks dat het schilderij heel wat centjes waard is, verkopen doe ik het nooit. Oh. Nee? Nee. Mogen wij onze chips terug? Chips? Ja. Oh, die chips heb ik vernietigd. Ah, vernietigd. En kerel, luister, het spel is dus 10 punten voor door het midden, hè? Ja. Nou, oké, ik ben. Even aan de kant. Ja. Hupsakee. Hé, waar zei die vermalen derde flesjes nou zag? En ze... Oh, ik zie ze al. Ze staat gewoon daar. Hupsa. Nou, dan gaat hij het weer. Ja, bof. Oeh, jammer zeg. Net mis. Ik ben de baron en ik heb een kasteel en ik doe de hele dag niet liever dan golven. En dan heb ik een butler en die laat ik dan de hele dag het werk doen. Gaat het? Ja. Wacht, ik heb dorst. Ik dacht dat te drinken, man. Ja. Nee, nou. Oké, en ja, en omhoog. Nee, nog, ja, nog, ja. Kijk uit, zeg. Dit is levensgevaarlijk wat jullie hier aan het doen zijn. Zeg, mag ik jou eens even wat vertellen, meneer de baron? He? Ik word kleurenblind voor dat schilderij, weet je dat? Oh ja? Ja, oh ja. Zal ik even een tip geven? Nou, geeft u mij eens een tip, waar de begint. Berg dat schilderij zo snel mogelijk heel diep weg in de kelder. Ja. Je bent met een eentje. Ik begin het nog leuk te vinden hier ook. Het kasteel is open voor publiek, zei de baron. Misschien is het wel een leuk idee dat we hier in het salon dan ook een kopje koffie en thee kunnen drinken. Ik ga dit voorstellen. Yes, I do the cleaning. Yes, I do the kitchen. Leuk om te zien, man. Hey, Kinkerman. Hey, Pierre. Hoe gaat ie? Goed, ik ben druk aan het gidsen hier. Gidsen. Heb je nog tips nodig? Nee, heb ik niet nodig. Tip 1. Ah, Philip, ik wil me natuurlijk helemaal nergens mee bemoeien. Maar ik heb eens nagedacht over wat er in het kasteel nog meer georganiseerd kan worden, hè? Het is een zware taak. Die met name op mij rust. Ja, nee, dat begrijp ik. De omgeving, het moet altijd schoon zijn. Kijk eens. Oh, kijk eens hier. Ja. Kijk eens. Kan veel beter.
Ja, ik kan veel beter. Maar ik heb misschien een aardig idee. En ik wil de baron daar niet te veel mee belasten. Dus ik wil dat graag via jou doen. Nou, ik... Naar een goed idee luister ik altijd. Oh, nou. Neem nou die prachtige kamer waar dat kleurige schilderij hangt. Tip 2. Ja. Presentatie, Marie. Kijk, geweldige gozer. Haartjes netjes. Ja. Oh, altijd blijven lachen. Oh. Altijd blijven lachen. Ik zou zeggen, Marie, ga ervoor, hè. Je hebt het in je. Mooi man, kijk. Dag, Marie. Ja, dus je ziet het wel zitten ook. Ja. Als de mensen niet kruimelen en knoeien, is het misschien wel een aardig idee. Leuk. Je vindt het een goed idee? Een aardig idee. Wauw, prachtig hier, hè? Ja, zeker. Kom maar. Goedemiddag. Goedemiddag. Ah, goedemiddag. Ja. U komt voor de rondleiding door het kasteel. Ja, zeker. Ja. Oh, even mij. Dat was inclusief professionele gids, hè? Ja, ja, klopt. Daar moeten wij dan wel weer 20% bij rekenen, omdat het een zeer professionele gids is. Ja, maar het is goed, het is goed. Ja. Ja, u komt een hoop te weten van het kasteel. Dat is ook heel belangrijk. Dus kijk eens even. Houman, dat is hem. Dat zijn ze hoor, dat zijn ze. Oh, een kleine hondje. Nou, doen we daar dan gewoon een half prijsje van. Ja, hij gaat hier gezellig mee. Hé, heel veel plezier. Gids staat klaar voor u, dus ik zou zeggen, maak iets leuks. Ik doe overhoring afloop. Bedankt hoor. Hey, tot ziens. Zo. Oh, en het is buiten de tip om, hè? Nou ja. Hippakee. Wat zijn we hier aan het doen? Sorry, het hing scheef. Nee hoor, het hangt recht. Ik vind het trouwens ook hartstikke lelijk. Nou, de jonge dame vindt het stom. Er zijn hier voor jou genoeg eenvoudige werkjes om te doen... in plaats van jouw mening over kunst spuien. En nu wegwezen jij. Kom op, wegwezen. Zo, dat is een zuur hoor, die butler. Ik had wel mooi een 8 voor kunstgeschiedenis hoor. Dat schilderij, dat hangt daar gewoon verkeerd. Een stuk minder van die portretten zou veel beter zijn. En dit is dus het wereldberoemde schilderij van Vermeer. Ah, Johannes uit Delft. Nee, Kenneth uit Rotterdam. Kenneth Vermeer, ja. Oh. Wat is dit? Ach ja, leuk is hè. Nou, dat laat ik geheel aan u over. Wij ontvangen geen huisdieren hier in het kasteel. Oh, maar we hebben betaald hoor, voor Fifi. Nou, je heeft betaald voor Fifi. Honden lichten vaak hun poot tegen stoelpoten en dat is ongewenst. Ach, maar Fifi is een vrouwtje. Ugh. Nog erger. Jeetje, wat een gedoe. Ja. Hoe gaan we het oplossen? Weet je, ik bel de hondenpas, jongens. Ja. En dan zet het buiten. Kun jij naar de eetkamer komen? Want er moet een hond worden uitgelaten. Waar je ook kijkt, hè? Je wordt altijd aangekeken door een portret. Hey, het lijkt net alsof je een schilderij mist. Ja, dat klopt. Er is altijd restauratie nodig, hè, voor oude schilderijen. Ja, logisch. Ja, natuurlijk, ja. Ja, daarom. In september. Philips, wat kijk je gespannen? Wat is daar aan de hand? Het schilderij. Het schilderij? Welk schilderij? De vrouw in het narcissenwoud. Ah, is hij gek geworden? Wat is er aan de hand? Nee, dat is het lievelingsschilderij van de baron. Wat is daarmee, Philip? Is het op de grond gevallen? Nee. Het is weg. Oh, dat is niet goed. Oh jee. Hè? Ja. Is dat erg? Oh. Zou ik nog een cappuccino kunnen krijgen met 3 suiker? Dat is vreemd. Een schilderij weg op klaarlichte dag. Wie, oh wie, heeft het schilderij weggehaald? Pa bijvoorbeeld, die het schilderij zo lelijk vindt en het daarom ergens anders heeft gehangen? Of is het Puk, die er iets mee gedaan heeft om Philip terug te pakken? Of Ron? Ah nee, Ron heeft helemaal niks met kunst. Nee, die heeft niet eens oog voor schilderijen. Barry, want die is niet blij dat hij moet gidsen. Familieberaad. Ik ben een koning en een ridder van dit kasteel. Zit niet te zollen met me. Ik ben een verse makreel. Barry. Hey, Pierre. Oh,
Ik voel me niet zo lekker in het kasteel. Het spookt in mijn lichaam. Spoken, gaat het allemaal lekker met je? Ja, Barry, wat ik net al zei. Het spookt in mijn lichaam. En jij moet het spook bevrijden. Wrijf 3 keer over mijn hoofd. Nou, ik weet het. Ja. 1, 2, 3. Godverdamme, Pierre. Wij zijn hier nog maar net. Of er gebeurt hier iets heel vreemds in dit kasteel. Nou. Het peperdure lievelingsschilderij van de baron is van de muur gehaald. Ra. Hoe kan dat? Ja, hoe ziet dat er dan uit? Nou ja, zeg, dat doet het toch niet toe. Mag ik heel even intrumperen? Dankjewel. Dit bij de handje hier. Ja, jij. Oh. Zij stond voor het schilderij. Stak haar hand uit. Het was vrij duidelijk dat ze het schilderij wilde ontvreemden. Echt niet? Ik wil hem alleen maar recht hangen. En ik zei ook dat het stom was dat hij daar hing. Bij kunstgeschiedenis zouden ze zeggen dat het een hele andere stijl is dan al die andere portretten. Pa? Ja, dat is in de punt. Ja, maar hoe lastig. Ga een beetje zo'n zwaar schilderij in de kelder brengen. Ja, ik had wel gezegd dat ik het zou doen, maar ik weet niet eens wat het ding is, die kelder. Beneden. Hè? Oh. Maar ja, die ontdek ik nog wel. Tja. Nee, ho. Nee, even terug. Wat gaat hij doen? Ja, vluggedrag vertonen. Nee. Ik kan mij opeens ook herinneren dat jij helemaal niet zo blij was om te gidsen. Nee, dat klopt wel. En om allerlei verhaaltjes te moeten vertellen over die schilderijen. Dus, Barry. Ja, hè? Het klopt. Ik heb die schilderijen verplaatst. Yeah. Ja, ze kon er niks over vertellen. Mijn zusje kan het nog beter schilderen. En dat noemt zich een gids. Hey, wat een aangenaam gezelschap. Ja. En welk evenement is hier? Nou, we zijn aan het... Als de wielen weer gaan, de boel in de oude staat terug. Ja, nu. We zijn aan het... We bespreken de dag. We nemen de dag even door. Oh, we nemen de dag even door. We nemen de dag even aan het doornemen. Wat gezellig, zeg. Ja. Hé, maar wacht eens even. Ja, hè. Is daar dan geen drankje bij? Nee, is niet aangeboden. Philippe, draai jij eens even aan wat doppen. De mensen hebben dorst. Cappuccino met rietsuiker. Ga lekker zitten, ga lekker zitten. Lekker wat drinken erbij, ja, gezellig. Nou, wordt een hele fijne vakantie. Ja, nee, ik zeg net nee. Morgen ben je weer welkom op het kasteel. Gaat ie. Ciao. Schat, ging jij ook nog hardlopen? Straks ga ik hardlopen, misschien. Maar nu niet. Puk heeft een geweldig idee. Hoe komen we dan aan deelnemers? Facebook natuurlijk. Oh. Een hondenshow. En ik kom in de krant. Wat een bagger. Een journaliste interviewt mij over het kasteel. Ik ben journaliste van De Courier. Ah, met verrassende gevolgen. Tijdens de hondenshow doet Philips een verschrikkelijke ontdekking. Meneer de Baron. Dat zie je morgen. Bij Ron in het kasteel. Opzet. Het balletje door de flesjes in de hol. Nou, let op, gaat ie. Oh! Wat erg, man! Wat erg! Oh! En wat nu? Ach, wel nee. Nieuw spel, Pierre. Hit the painting. Dat is de bedoeling? Ja!